Moet eindelijk gebeuren, hè? Tegen dat AS Roma. Ja, dat is zeker wel de bedoeling. Niet per se omdat het AS Roma is, maar wel omdat het een grote wedstrijd is in de Europa League. En we willen heel graag de volgende ronde bereiken. En daarvoor moeten we hun uitschakelen. Het is een beetje wat ander AS Roma dan vorig seizoen, hè? Met de nieuwe trainer, nieuwe impulsen. Wat weet je ervan? En wat zegt het over jullie kansen? Nou ja, ik kijk wel veel voetbal, dus ik heb ze wel een paar keer zien spelen. Het is denk ik iets meer misschien aanvallend ingesteld dan vorig jaar. Maar nog steeds heel veel dezelfde spelers met heel veel kwaliteiten, denk ik. Ja, heel veel hele grote spelers die bij veel grote clubs en op grote podiums hebben laten zien dat ze heel goed zijn. Dus wat er precies gaat veranderen, dat gaan we morgen zien. Maar ze zijn nog steeds gewoon heel goed. Is het een affiche die je gaat nu naar de Europa League natuurlijk, hè, maar een affiche dat gevoelsmatig zomaar nog om een tree hoger had gekund? Ja, denk wel gekund als je kijkt dat we Lazio Roma daar dit jaar hebben getroffen in de Champions League. Had het ook zeker wel AS Roma kunnen zijn, ja. Hoe fit ben je? Ik ben topfit. En de rest? Het is niet zo erg als dat ik heb gelezen. Er was misschien één iemand die zich niet zo lekker voelde, maar er is geen sprake van een griepvirus of wat dan ook in de groep. Gelukkig maar, want volgens mij om deze ploeg te verslaan, die les is wel geleerd. De laatste jaar moet volgens mij alles kloppen en alles top zijn. Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk wat ik net ook al zei, gewoon een heel goed team met heel veel goede spelers. Dus dan zal het wel fijn zijn als wij ook op, misschien volle sterkte of in ieder geval iets wat daar in de buurt komt. Ja. Succes. Eén moment, Joep. De microfoon komt jouw kant op. Ja, ga je gang. Hoi. Hey. Wat moet nou anders dan die vorige ontmoeting met de AS Roma in april? Anders moet de uitkomst sowieso. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik denk dat we die wedstrijd, als ik een beetje snel terugdenk, 2 keer wel goed, heel goed hebben gespeeld. Misschien wel de betere waren. Maar uiteindelijk gingen we er wel uit. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is. Dan iets anders. Madrid was hier met Griezmann. Die een beetje tussen de linie speelde. Ik wil het zo aan de trainer vragen. Die weet er alles van. Maar nou krijg jij met Dybala te maken. Die zwerft ook een beetje. Hebben jullie er al over gesproken hoe je dat dit keer misschien beter gaat oplossen? Nee, nog niet. Omdat we tot nu toe eigenlijk bezig waren met de wedstrijd van zondag uiteraard. We zullen zo denk ik gaan kijken naar wat de trainer in elkaar heeft gezet. En dan gaat hij ons voorbereiden. En er zal ongetwijfeld ook Dybala te zien zijn die, zoals jij zegt, over het veld zwerft. Wat gaat hij dan met beelden laten zien bijvoorbeeld? Zo doet de trainer dat? Ja, het is verschillend per wedstrijd. De ene keer doe je dat wel, de andere keer heb je misschien individueel beelden of gesprekken daarover. Het ligt een beetje aan de wedstrijd en de tegenstander. Nou, wat denk je? Denk je dat de trainer jou nu 1-op-1 heeft gaat apart nemen? Dybala, let op. Nou, ik denk het niet per se. Ik denk dat Dybala een speler is die niet per se heel erg bij één speler blijft. Dus ik denk, als hij het over hem wilt hebben, dat we dan misschien met meerdere mensen moeten zitten. Dankjewel. Nog meer vragen voor Quinny C. Ja, helemaal. Zelf draai helemaal links. Marcel, Telegraaf. Ja, je hebt best wel een goede verdediging staan dit seizoen, hè? Met elkaar achterin. Het gaat steeds beter ten opzichte van vorig jaar. Kan je een beetje zelf aangeven waar dat misschien in zit? Dat je bij elkaar gebleven bent misschien ook? Dit zou er ongetwijfeld wel mee te maken hebben. Ik denk dat dat wel een linie is. Verdediging en dan een beetje verdedigende middenveld van vorig jaar, waar we toch wel een stand hebben kunnen houden. Dus ja, als je meer wedstrijden met elkaar speelt, dan gaat het automatisch uiteindelijk beter. Dus ik denk dat dat wel te zien is dit jaar. Voornamelijk de laatste wedstrijden. Dus ik denk wel goed dat we eigenlijk geen tegengoals krijgen, denk ik, de laatste 5 wedstrijden. Dus dat is een positieve ontwikkeling. Thomas Beelen staat nu naast je eigenlijk. Hoe is die samenwerking met hem en waarom doet hij het zo goed? En past hij zo goed bij jullie samen? Ik denk dat Thomas niet zo heel veel, niet heel erg onder de indruk is, zeg maar, van het spelen bij Feyenoord en het spelen in de Kuip. Ik denk dat dat toch wel helpt. Vooral als je in een grote wedstrijd speelt, is het wel fijn als je ontspannen bent. En dat is hij denk ik wel. En daarbij heeft hij, zoals hij ook heeft laten zien, veel kwaliteit. Hij is heel snel, misschien wel onderschat snel. En hij leest het spel heel goed. Dus ik denk dat dat voornamelijk reden is dat hij het goed doet tot nu toe.
Je zegt al, hij is niet snel onder de indruk. Volgens mij ben jij het bijna nooit geweest. Misschien alleen de allereerste keer. Ben je nog wel eens onder de indruk van een tegenstander of van een sfeer? Debuut was ik wel... Nou, tenminste, dan was ik wel een beetje gespannen. En Nederlands elftal debuut ook wel. Maar verder vind ik het vooral heel leuk. En ben ik heel trots en blij dat ik daar mag staan. En ja, ik probeer dan niet te veel te denken in dingen die fout kunnen gaan. Maar meer in wat er goed kan gaan. En dat ik gewoon mezelf wil laten zien eigenlijk. Neem je nu meer risico dan in je eerste seizoen? Niet per se. Ik denk, als ik iets zie, dan doe ik dat gewoon. En ja, dat was vorig jaar en dat is nu nog steeds hetzelfde. Dat is wel een beetje de speler die ik ben, denk ik. Laatste, ben je nog steeds in de gelegenheid om zo aanvallend te zijn als in het begin? Want je kwam natuurlijk en je viel op door je enorme snelheid en power om op te komen. Het lijkt af en toe alsof dat iets minder is. Maar ik weet niet of dat door de trainers ingegeven. Ik denk dat ik alle vrijheid heb gewoon om te gaan. En ik denk ook, ik weet natuurlijk niet of die statistieken kloppen, maar ik heb meer balcontacten in de tegenstander de 16. Ik heb meer voorzetten. Eigenlijk alles wat je kan bedenken wat aanvallend meer is, is meer dan vorig jaar. Dus misschien dat het zo een beetje oogt. Maar ik denk dat ik vooral de laatste week toch wel wat meer voorin te vinden ben dan eerst. Alleen ja, moet het misschien wat meer resulteren in een assist of een doelpunt of een eindpaas. Dan valt het meer op. Dat denk ik, ja.